1927, Al Jolson in The Jazz Singer. Voor het eerst spreekt en zingt iemand vanaf het filmdoek. Het directe geluid betekende echter niet alleen dat de acteurs voortaan in films met elkaar konden spreken. Films konden er ook een stuk spectaculairder door worden gemaakt. Well, who wants to go? Me! I'll take a chance, Sarge. Never mind. Congratulations, boys. That's the spirit. Come on, get going. That's it. Come on, let's go. Come on, never mind. You don't give me a chance. Come on, get going. Come on, you two. Come on, let's go. Get out of here. Come on, get going. It's just don't come back without a prisoner. Tuckle. Get two replacements. I think we'll need them. Hey, Sergeant. Geluid kan aan beelden ook een zeer vervreemdende werking geven. En met geluid kunnen dingen worden gesuggereerd die niet te zien zijn. Thank you.
Tegenwoordig worden ook steeds meer films nagesynchroniseerd. Nagesproken in de eigen taal. Wie het echte stemgeluid van de acteurs kent, zal hier echter zelden gelukkig mee zijn. Don't say it. Don't even think it. Look, boy, I know where you found it. It doesn't make any difference. What he is, what's waiting for him in Dead Horse, that is his business. If he wants to get himself killed, that is his business, not ours. Oh, Mr. Favor. I know how he looked last night, and I heard what the lawman said, but... Zo wil hij het. En wij moeten een kudde drijven, dus aan de gang. Maar meneer Favor, we kunnen niet. Dat kunnen we wel, Mushy. En dat zullen we ook. Gebruik je hoofd, ja. We zijn veedrijvers, geen wrekende Engels. We weten niet wat er in die stad is gebeurd. Wat wil je dat we doen? Daar naartoe rijden, Hannibal bevrijden en zelf in de val lopen? Senor Favor. Ik weet het, Jesus. Ik weet het. Ik weet het. Rowdy drijft de kudde bijeen en zet er 4 man omheen. De rest zadelt verse paarden. Ik ben bang dat het een lange rit gaat worden naar Dead Horse en terug. Om bij een film direct geluid op te nemen is niet altijd zo eenvoudig. Omdat er zo gemakkelijk iets mis kan gaan, moet geluid vaak apart in een studio worden opgenomen. Wacht even. Ja, ik krijg een radio. Ik krijg er iets in. Ik denk dat het over. Wacht even. Ik hoor wat hoor. Ogenblik. Ik hoor radio. Ja. Wat doet u daar? We zijn de hele tijd radio doorheen. Zo, hè? Een paar honderd meter verder gaan zitten, want we zitten met een scène die in de vorige eeuw speelt. En dan hoor ik draagbare radio door mijn musketier zijn. Dat is een beetje vervelend dus, hè? Ja, oké. Ja, doen we wel dan. Ja, even inpakken, dan kunnen we even overdoen. Nou, er komt een draagbare radio. Dat is wel lekker. Ik zit de hele dag bloeden te werken. Eten zijn te voeten. Nee, dat is niet. Ik wil geen geluiden draaien. Dat is niet te geloven. Over. Wat doen we dan? Weer over. Nog een keer? Ik word een doodziek van. Oh, ik word helemaal beroerd van. Hoeveelste keer is het allemaal aan? Stil zijn. Hè? Absoluut stil zijn. Ja, wat moet het zijn? Mij zijn we niet keurig. Goedemiddag, iedereen weer in de koets. Ben weer op de bok. Dirk, ik word een doodziek. Moet die hond, wees die hond nou niet weg? Is die hond? Struiklopen. Dennis? Oh. Kom. Goed. Kom eens hier. Dame. Geluid loopt. Camera, scène 2, take 2. Weg en actie. Stop. Ik hoor wat. Ik hoor wat. Ja, kom even overheen. Ik denk dat we hem ook moeten doen. Ja, hij heeft hier hard dan? Als dat geluid blijft, zo meteen komt er weer een trein voorbij. Dat schiet er helemaal niet van. Ja, voor mij de hond maar. Wat gaan we nou doen?
Nou, we gaan de shot zo meteen overnemen als de regen voorbij is. En als alle bijgeluiden weg zijn. Ga jij maar even in de koets. Ja, maar die hond die kan er niet bij. Ga je mensen... Met geluid, en dus ook muziek, kan de emotionele werking van beelden belangrijk worden versterkt. Helen? Helen? Ja? Helen, word je wakker? Waarom is dat licht aan? Ja, ik geloof dat iemand is beneden. Ze heeft er niet zo aangesloten. Ja, luister dan. Ik weet het zeker. Hoor dan. Ja. Doe me een plezier, ga even kijken, ja? Nou, ga zelf kijken. Ach, de gezeur al die dingen in de nacht. Hou eventjes. Nou. Oeh. Moet daar de hele nacht. Neem je voor mij een tomatensapje mee dadelijk? Wat doe je hier? Ja. Nou, ik was op zoek naar wat juwelen en zo, maar ik had wat trek gekregen, dus ik denk, ik dip even langs. Hè? Maar ja, het valt weinig te kamen hier eigenlijk. Ik wil wel een ei maken of zo, een ander hapje. Oh, nou, als dat zou kunnen. Ja, dat zou ik wel joven vinden. Nou, een ei is wel lekker eigenlijk, ja. Helen? Helen? Als ik weer verdwenen. Gezellig, jongen. Ik kom stappen en zo. Nou, de grootste lol gaan. Dan is het de grootste moeite gehad. Dus ik ben binnen te houden. Helen! Nou, heb ik water. Wat? Wacht even. Dit is mijn man. Gio. Gezellig, hè? Hallo, daar. Ja, de god. Ga je bij Jaapie? Ja. Ga zitten, joh. Ga zitten. Wil je wat drinken? Nou, ik was eigenlijk op weg voor een tomatensapje. Een tomatensapje? Ah, joh, tomatensapje. Dat is wel een bekertje pakken. Een bekertje? Ja, als je wil. Ja, nog meer, een bekertje. Ja, een glaasje daar. Gezellig, joh. Tomatensap, dat drink je morgenochtend maar, hè? Dat kan me doen, trouwens. Ja, gezellig muziek, joh. Een doekje. Helemaal gezellig muziek. Lekker me doen, trouwens, hè? Ja. Daar heb ik wat hash genield en zo, en met heroïne en zo. Ja, heroïne, ja. Het einde was leuk. Maar een beetje een leuke soep wordt dat natuurlijk. Ja. Nu ga ik de laatste tijd gewoon vanaf de huizen langs en dan wat ik nu zit te doen. Ik zal wat eten. Nou, dat valt goed los. Ja, hoe heet je? Guido. Hoe? Van voren, Guido. Ja, dat is een eigen eind. Een eigen eind. Een eigen eind. Ik heb een eigen eind. Ja, dat is wel leuk. Guido, dat was. Ja. Maar dat is dit. Ja. Dit is het. Voor mijn vader, dus ben ik geboren. Dat is het.